Waarom houdt u zo van dat land? Waarom Italië? Nou, ik ben er eigenlijk zakelijk bestuurlijk mee in contact gekomen toen wij in 2000 vanuit Groningen geprobeerd hebben om de start van de Giro d'Italia naar Groningen te krijgen. Toen ben ik nog samen met mijn oud-collega Joop Atsma bij de toenmalige Poolse paus op audiëntie geweest. Mm-hmm. Ja, en toen de liefde die er al was, die is toen opgebloeid en ongekende vorm gekregen. Het is gelukt, hè, die Giro? Ja, zeker. Ja, zeker. Die is toen prachtig, naar Groningen prachtig, gekomen. Ja. U heeft er zelfs een boek over geschreven. Henk Beker, Het andere Italië, La Familia. Daar kunnen wij nog wat van leren. Ja. Wat kunnen we leren van Italië? Nou, ik zal je zeggen, dat boek is uit een soort van boosheid geschreven. Dat in de Noordwest-Europese media en de elite altijd ontzettend negatief over het economische, politieke systeem van Italië werd gesproken. Toenmalige minister van Financiën, Jan Kees de Jager, elke ministerraad, dan werd het weer begonnen met de eurocrisis en de ellende van Italië. En dan heb ik eens een keer zo schamend tegen hem gezegd van, joh, als Italië één keer gas geeft, economisch, dan laten ze ons alle hoeken van de trevers al zien. En dat was een beetje mijn drijfveer om te zeggen, laten we ook eens kijken, wat zit er nou echt achter hoe het in elkaar steekt. En leven we niet met vooroordelen in met name de Noordwest-Europese landen? Het is bijna een retorische vraag, hè? Want ja, we leven natuurlijk met vooroordelen. Onvoorstelbaar.